Bonjour. Bonjour. Vandaag was het etappe nummer 13 in de Tour de France. En 13 is een... ongeluksgetal. 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 En dan is het een ongeluksgetal voor Schachman, die goed heeft gereden, die niet meer in de Tour aanwezig is. Heeft een aantal breuken in pols en hand. Maar het was vooral een ongeluksgetal voor Wout van Aert. Inderdaad. Wout van Aert... Ja, ik zei, hij ging winnen, maar dat is niet. Hij is laatste. Hij is zelfs niet over de finish geweest. Maar mag ik nu... Maar jij had gezegd dat hij ging winnen. Ja. Het zag er naar uit dat hij een hele goede uitslag ging rijden. Maar papa... Maar toen ging hij door een bocht. Ja, en toen... Te dicht langs de hekkes. En toen kwam een hek kwam in zijn been. In zijn bil hier aan de zijkant. Ja. Maar papa, mag hij dan nog... Als hij hersteld voordat de Tour af is gelopen, mag hij dan nog wel meedoen? Nee. Nee, niet uitgereden, is uit de Tour... Hop naar huis. Nou, dat is echt heel... Ja, maar dat is de Tour de France. Je moet gewoon 21 dagen achter elkaar op de fiets zitten. En gewoon uitrijden elke dag. Maar binnen dan, de tijd dat dan je... Dan mag je wel crossen. Ja, hij mag wel crossen als het goed is. Ja. Maar Wout heeft een hele pijn been. Hard gevallen. Ja. Hij is met de ziekenwagen... Meegegaan naar het ziekenhuis. En uiteindelijk... Kreeg hij een spuitje? Ik denk dat hij wel een spuitje heeft gehad. En hij is een uur... Denk moet hij ook in het ziekenhuis blijven liggen. Ja, hij moet in het ziekenhuis blijven liggen. Hij is een uur geopereerd geweest. Een uur. Dat is heel lang voor zo'n... Zullen wij Wout van Aert beterschap wensen? Ja. Wout, via deze weg uit Rukven, beterschap en een goed herstel gewenst door mij. Ook door mij en door mij. Inderdaad, hopelijk ben je snel beter. Hopelijk mag je binnen een aantal dagen naar huis. Terug naar België met familie. En kom je sterker terug. Ja, dat is zoiets dat ze altijd zeggen. Kom je sterker terug dan dat je was. Nou, laten we het hopen dat het wel is, want je was al heel sterk. Dus beterschap. Ja, beterschap. Ja. Weet je, de verrassing, de winnaar is toch de grote verrassing voor vandaag. Ja. Alaphilippe. Hebt gewonnen. Julian Alaphilippe wint. In de gele trui. Heeft hij nog steeds... Ja. Weet je wat ze zeggen? Heeft hij nog steeds de gele trui? Ja. Heeft Tim Wellens nog steeds de bolletjes trui? Tim Wellens heeft de bolletjes trui. Maar weten jullie wat ze zeggen? En Sagan. Sagan ook groen. Alleen Egan Bernal niet meer wit. Oh. Die is voor Enric Mas. Dat is de ploeggenoot van Julian Alaphilippe bij de Koenig Quickstep. Ja, van Lidl. Van Lidl. Weet jullie dat ze zeggen over Red Bull? Nee. Daar krijg je vleugels van. Vleugels. Weet je waar je meer vleugels van krijgt? Nee. Van een gele trui. Ja. Julian Alaphilippe won race zo hard. Het heeft te maken met de gele trui die hij aan heeft. Ja. Maar dat is wel zielig voor wat vandaag. Dat hij gevallen was? Ja. Ja, zeker. Maar Alaphilippe goed. Morgen. Etappe nummer 14. En morgen wordt een belangrijke etappe. Want morgen is de etappe 117,5 kilometer. En twee dan? Wat twee? En wie is tweede scoort? Tweede. Geraint Thomas op 14 seconden. En derde? En derde was... Thomas de Gent. Had goed gereden. Hoor. En vierde? Ja, zover kan ik het allemaal niet meer. Dat was denk ik... Wel tiende, denk ik. Ik denk dat Oeran was vierde in dezelfde tijd als de Gent. En vijfde of zesde was eigenlijk Steven Goedewegen. Steven Kruiswijk. Morgen. Tiende, ja, vijfde toch? Ja, vijfde. En tiende? Mas, ik weet niet wie de tiende is geworden. Heb je zelf niet gekeken? Nee. Morgen ga jij opletten wie de tiende wordt. Morgen. Bergop. Morgen gaan we een echte berg op in de Pyreneeën. Het is een hele grote. Het is een etappe van 117 kilometer. Een hele grote? Een hele grote. De Tourmalet. Zou ik hem eens natekenen? Jij gaat hem zometeen maar eens natekenen. Morgen, want straks ga je naar bed. Het is al laat. En je moet morgen zwemles. En daarna mag je hem natekenen voordat je de koers gaat kijken. Morgen, Tourmalet. Allemaal aanwezig van start tot finish. Het is een rit van 117 kilometer. Er zou iets kunnen gebeuren. Maar ja, op dagen dat we allemaal verwachten dat er iets groots gaat gebeuren, gebeurt het meestal niet. Niet. Tot morgen. Ademé. Ademé.